op donderdag 23 juli 2020 heeft u een oriëntatiebezoek gebracht aan het verschillende afdelingen van het ministerie van Openbare Werken. Waarom heeft u het initiatief gekozen om de afdeling persoonlijk aan te doen? Inderdaad, we hebben zeker vanwege het feit dat een beleidsplan ontwikkeld moet worden, is het goed om ten eerste goed kennis te maken met de afdelingen, te horen wat het beleid is van de afdelingen zelf, te horen wat het personeel vindt, maar ook om te zien of er problemen zijn op een afdeling en de mensen de ruimte geven om open te kunnen communiceren, zeker met de directieleden, met mij. Dat is het hoofddoel. En dat past binnen het kader van transparantie van bestuur, waarvan ik grote voorstander van ben. Daarom is die rondleiding belangrijk. We hebben afdelingen gezien die vrij goed bemand zijn, andere die primair bemand zijn. Vanwege COVID natuurlijk kan dat. We hebben gezien dat afdelingen op het ministerie van Barwe het heel moeilijk hebben. De infrastructuur, zeker het gebouw, is totaal niet het voorbeeld voor een ministerie van openbare werken. Op het programma gaan we kijken, misschien nieuwbouw. Renoveren heeft weinig zin, want de infrastructuur in het gebouw is slecht. De mensen hebben wel werkfaciliteiten, daar ben ik wel heel tevreden over. Dat is wel een pluspunt. Ze kunnen hun werk doen, misschien niet optimaal. Maar goed, dat heeft te maken met efficiëntie. Ik ben eigenlijk verrast dat afdelingen heel snel informatie kunnen geven aan mij. Als ik dingen wil analyseren, dat is een verschrikkelijk belangrijk punt, misschien het meest belangrijkste. Want daar is er een heel goede basis gelegd en hoef ik niet veel te investeren. Een tweede ding is dat we kunnen zeggen inderdaad, op sommige afdelingen is er een tekort aan technisch kader, topkader. Dat is correct, bijvoorbeeld de afdeling keringen bijvoorbeeld, die heeft inderdaad niemand, geen deskundige. Maar we hebben grote grondmechanische problemen of waterbouwkundige problemen in Suriname. Maar aan de andere kant heb ik een lijst gehad van zeker 50 mensen die soms thuis zitten, ontheven zijn, etc. Maar dat zijn wel de topdeskundigen. Dus volgende week worden deze topdeskundigen, 50 mensen in twee groepen uitgenodigd. Want zij zitten waarschijnlijk op de payroll of hebben een contract met een, misschien een goede vergoeding. Dat zijn door de politiek kennelijk thuis gezet, maar dat zijn de topkaders die we juist nodig hebben. Dus we gaan een open gesprek hebben, de uitnodiging komt. Er zijn verschillende soorten issues, je hebt personele issues, die zijn makkelijk op te lossen, dat is geen probleem. Vraagstukken die jaren niet beantwoord zijn, gaan we beantwoorden. Een tweede zaak is die infrastructuur van het gebouw, dat vraagt wat middelen. Eigenlijk is ook dat oplosbaar. Als wij geweldige projecten van zoveel miljoenen kunnen uitvoeren, waarom kunnen we ons eigen gebouw niet aanpakken? Dus dat gaat nu wel moeten gebeuren, toch? Het derde ding is de kwestie van de vele infrastructuurproblemen. We krijgen dagelijks appjes, weg moet geschreven worden, riolering dit, bord gevallen daar. Of een verzoek van, kan er hier een zebrapad worden aangelegd. Andere kunnen deze straten bestraat, betegeld worden. Oeververdedigingsprobleem, waterkan. Oeververdedigingsprobleem, in Ikeri. Heel Suriname is daarvoor verantwoordelijk. Dus je hebt dat probleem natuurlijk ook. En infrastructuur is uiteindelijk een heel duur, is een dure zaak. De achterstand is groot. Dus we gaan de facto niet alles in één keer kunnen aanpakken. Je kent onze kritiek ook van de afgelopen projecten. Dus we gaan zeker het eerste jaar moeten afwegen wat continueren we en wat niet. Want u kent de begroting van het land, de financiële situatie. Wat we wel gaan doen is prioriteit geven aan de kleine urgente projecten. Bijvoorbeeld het verkeersprobleem op een kruispunt. Dat vraagt niet veel. Kun je dus makkelijk oplossen. Maar ook een bord die op een hoek niet aanwezig is, dat kunnen we makkelijk vervangen. Ook een zebrapad, toch? De gaten in de weg, dat zijn dingen die je makkelijk kan aanpakken. En met die hele inventarisatie van bezoeken, de hearings die nu gaande zijn, er zijn hearings bijna 24 uur gaande op mijn ministerie, dat gaan we gebruiken om het nieuw beleid vast te stellen voor het komend jaar. En tenslotte heb ik hun bezocht en over een week of twee gaan alle afdelingen, er zijn zo 20 tot 30 die we hebben geselecteerd, die gaan de staf komen presenteren in detail
wat de doelstellingen zijn, wat de issues zijn, wat hun voorstellen zijn, vooral wat wetgeving betreft, inkomsten verhogen, bezuinigen. Dat gaan zij komen presenteren aan mij. En alle informatie van de quickscans die ik heb gemaakt, de hearings die ik doe, er zijn bijna meer dan 100 mensen die mij van informatie komen voorzien, bedrijven die presentaties komen houden. Mijn veldwerk, dat ik nu doe op het veld, ik bezoek wat bedrijven, afdelingen, projecten. De informatie die ik van afdelingen nu ga krijgen, dus elke afdeling komt mij als team vertellen wat ze hebben gedaan, et cetera. Dat allemaal gaan wij verwerken als directie in een nieuw plan. Een nieuw beleidsplan voor het ministerie van Openbaar Werken, CQ, de nieuwe begroting van 2021.